Allereerst zal ik even laten zien wat ik voor knutselspullen heb gekocht bij de Action. Dit is hobbykarton in A5 formaat. 5 verschillende kleurtjes. Blauw, groen, geel, oranje en roze. En deze is 99 cent, dit pakje. Dan heb ik deze leuke dies gekocht. Hiervoor heb je wel een apparaat nodig. Die verkopen ze ook bij de Action. Maar die heb ik niet gekocht omdat ik mijn eigen apparaat al heb die ik hier ook voor kan gebruiken. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook niet weet wat het apparaat bij de Action kost. Want hij stond er op dit moment niet. Maar dit is dus een vrolijke zomers thema met slippertjes, een bikini, palmboom, parasolletje, badpak, cocktails, ijsjes. Nou ja, dat soort dingen. En deze snijmallen, die zijn €2,99. En om alles in op te bergen, heb ik op de mannenafdeling tussen het gereedschap dit doosje gevonden. En hier wil ik dan die snijmallen in gaan bewaren, zodat ze allemaal netjes bij elkaar blijven. En dit doosje was 89 cent. Dus laten we maar snel aan de slag gaan. Zo, inmiddels heb ik die dies even losgemaakt. Ik heb hier in het vakje allemaal dingetjes van het cocktailglas en de ijsjes en zo. Hier de parasol met het parasolsvoetje. Zonnebril. Hier heb ik de onderkant van de palmboom. En hier de bladeren. Dit zijn dus maar 2 van die blaadjes. Dus als je een palmboom wil maken, moet je ze wel meerdere keren uitsnijden. Het badpak. De bikini. Slippertjes. Deze om een soort bergje te maken van zand. En deze voor de golfjes. Die golfjes die passen net niet helemaal in het bakje. Maar het grappige is, hij is zo plat dat je hem er gewoon zo bovenop kan leggen. En dicht kan doen. Dan heb ik even wat meer papier erbij gepakt. Dit is een blok dat verkochten ze eerder bij de Action. Maar ze hebben altijd wel iets vergelijkends. Er zitten allemaal dingetjes in ook die je uit kan knippen. Voor in je bullet journal of waar je het dan ook voor wil gebruiken. En wat ik altijd leuk vind, ik zie dat ik die ook al veel gebruikt heb, dat zijn deze kalenderdingetjes. Dus die ga ik even uitknippen. Dit is mijn bullet journal. En deze wil ik er in ieder geval bij gebruiken. Zo'n kalendertje om alle dagen van de maand te schrijven. Dit is ook een blok van de Action. Hier zit zwart van het kraftpapier en wit papier in. En in dun en in dikker structuur, zeg maar. Je hebt hele dunne blaadjes en je hebt wat meer een beetje kartonachtige blaadjes. Nou, omdat we het in het boekje gaan plakken, gebruik ik nu even de dunne. Ik heb even mijn papiersnijder erbij gepakt. Deze is niet van de Action, maar die kan je ook zeker wel bij de Action kopen. Maar ik heb dit soort dingen allemaal al jaren, dus. En hiermee wilde ik dus een bergje soort zand maken. Dan wil ik deze voor gaan gebruiken. Dus ik ga hem gewoon eventjes door mijn machine halen.
gaan voor de zonnebril. Pak ik even een klein stukje zwart papier. Zo. Daar is de zonnebril. Ik ga ze gelijk weer terug in het doosje doen, want anders gaat het niet goed komen, denk ik. Nou, even kijken hoor. Dan gaan we denk ik voor een roze bikini. Het broekje en het topje. En ik doe ook gelijk een paar roze slippers. Dan heb ik even een stukje geel gepakt. In het geel ga ik een parasol maken. En ik doe ook gelijk een citroentje erbij voor straks op mijn cocktailglas. Daar is het citroentje en de parasol. Dan moet ik nog even een parasol voor maken. Hier ook nog lettertjes. Deze zijn niet van de Action, maar ik heb ze wel eens bij de Action gezien. Dus ik weet zeker dat die er wel af en toe zijn. Sowieso happy birthday heb je in dit soort lettertjes. Die liggen er nu ook. En ze hebben ook vast wel alfabetjes. Als je die lettertjes, maar dat geldt eigenlijk ook voor gewoon bijvoorbeeld deze malletjes. Of dies, hoe je ze ook noemen wil. Er zitten hele kleine gaatjes in. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, hier zie je het. En die gaatjes die zijn er dus voor als je je papiertje er niet uit krijgt, zoals nu hier bij de i. Dan ga je dus aan de achterkant met een scherp dingetje er even in. Er zijn speciale prikpennen voor, maar dat kan gewoon met een simpele veiligheidsspeld. En dan krijg je dus je lettertje er wel uit. En dat heb ik hier met deze L ook. Je prikt hem er gewoon zo uit. En dat is gewoon een goedkope oplossing. En vaak heeft iedereen wel een veiligheidsspeldje in huis. Dus op deze manier kan dat ook. Dan ga ik nu beginnen met het opplakken. Ik ga natuurlijk goed kijken waar ik alles neerleg, maar ik begin even met deze, want die weet ik zeker waar die komt. En dan gebruik ik deze plakroller. Die is ook van de Action. Ze zijn niet altijd voorradig, ze zijn een hele tijd weg geweest. Maar ik vind ze ideaal. Zeker voor grotere dingen. Hier plak je niet van die hele kleine dingetjes mee op. Maar grotere delen zoals dit werkt perfect hiermee. De golfjes doe ik wel even met gewoon
lijm. Deze is ook van de Action. Die gaan geloof ik per 3, dacht ik. Ik weet even niet meer wat ze kosten, maar ook allemaal vrij voordelig geprijsd, zoals bijna alles bij de Action. Voor de kleine dingetjes gebruik ik wel even mijn eigen hobbylijn. Dit is de Tombow. Kan je online ook bestellen. Vind ik persoonlijk net even wat handiger voor de hele kleine stukjes. Omdat je dit heel gericht aan kan brengen. Zo, dit is alvast klaar. De ijsjes, de palmboom, de cocktail met het citroentje, parasol, bikini, zonnebril en de slippers. En het water en het zand. Nu wil ik dit kalendertje ergens nog plakken. Ik vind het altijd handig dat ik terug kan vinden welke datum op welke dag valt. En ik ga hierboven nog even juli plakken. Ga ik nog even de dagen in het kalendertje schrijven. Zo, alle dagen staan erin. Is het eindresultaat van deze pagina. Ik vind hem zelf erg vrolijk en zonnig geworden. En nu ga ik nog even iets anders laten zien. Ik heb ook nog even dit kaartje gemaakt voor mijn dochter die op vakantie gaat. En dit is ook alleen maar gemaakt met Action spullen. De lettertjes Enjoy die komen uit dit setje. Zo'n stempelsetje. Dan deze fototoestel, deze en het koffertje komen uit deze stempelset. Er zitten nog meer leuke reisstempels bij. Ik vind het heel leuk zelf. En natuurlijk weer de bikini, de slippers, de cocktail en de zonnebril uit dit setje. Waar ik ook net die pagina in mijn bullet journal mee heb gemaakt. Dit kaartje is trouwens ook met envelop. Dit is ook van de Action. Je kunt gewoon blanco kaartjes kopen. Zowel in wit als in van het kraftpapier.
En er zitten dan ook enveloppen bij. Dus daar kan je van alles en nog wat mee maken. Oh ja, en het papier waar ik dit op gestempeld heb. Er zit een ruitje achter. Dat komt weer uit dit boekje, ook van de Action. En dat zit hier ergens in het midden, kijk. Hier zit van dat rijp papier, dus daar stempel ik dan op en dan knip ik het gewoon uit. Dus dat vond ik wel leuk om jullie ook nog even te laten zien. En zo zie je maar, je kan alle kanten op met al die leuke knutselspullen. Deze stempelset heb ik ook bij de Action gekocht. Die heb ik al even een tijdje geleden gekocht. Maar dit is een set die vaak ook wel terugkomt. Of anders iets anders met de dagen van de week. Wat ik wil doen, is alle dagen van de week. Nu wil ik iedere keer, als er een nieuwe dag is en ik schrijf in mijn boek, wil ik dit erboven gaan plakken. Die ene is niet zo heel mooi, dus ik doe die nog even opnieuw. En als ik de stempel dan gebruikt heb en ik ben er klaar mee, dan pak ik even van die doekjes van de Action Teddy Care, van die babydoekjes. En met zo'n doekje maak ik dan even de stempel schoon. Dat het laatste beetje inkt eraf is. En zo ga ik de andere dagen ook doen. Nu heb ik alle dagen van de week meerdere keren gestempeld, dus voor de hele maand eigenlijk. En nu ga ik ze uitknippen. Nou, ik hoop dat jullie nu gezien hebben wat je dus met die leuke dies kan doen van de Action. Ik zal even opzoeken wat het apparaat om die snijmallen doorheen te halen en dus uit te snijden. Wat dat kost bij de Action. Ik ga dat even voor jullie opzoeken en dan laat ik dat nu in beeld zien. En dan was dit het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie er weer inspiratie van hebben gekregen. Er zijn dus nog veel meer van die leuke snijmallen allemaal verkrijgbaar bij de Action. Ik zou zeker even gaan kijken en dat apparaat is één keer aanschaffen. En daarna heb je er echt, denk ik, de rest van je leven plezier van. Want dat apparaat wat ik heb, heb ik ook echt al jaren. En je ziet het, de snijmallen van de Action snijden ook gewoon echt netjes uit. Dus het is echt een goede investering voor weinig geld. Ik heb vroeger heel veel meer geld betaald voor mijn snijmallen. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video en ik zie jullie graag de volgende keer weer. Bye bye!